In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo werd in september van het afgelopen jaar de stichting Surinaamse Academie voor Beeldende Kunst opgericht. En sedertdien ziet men geregeld leerlingen van de academie aan het werk in deze stad, die talrijke historische gebouwen en monumenten telt, welke even zoveel objecten kunnen zijn voor een tekening of aquarel. Het Nationale Monument voor de Gevallenen is zo'n onderwerp. De academie stelt zich met de opleidingen ten doel te voorzien in de grote behoefte die in Suriname bestaat aan tekenleraren, vooral voor de MULO-scholen. Het voormalige Fort Zeelandia met het oude huis van bewaring is een veelgezocht object, evenals de 34 meter hoge toren van het in 1841 gebouwde stadhuis, dat nu de zetel is van de minister van Financiën. Surinaamse schilders en beeldhouwers hebben de academie onmiddellijk hun steun gegeven en treden op als leerkrachten. Zij beoordelen het werk en bespreken dat met de leerlingen, als daar tenminste gelegenheid voor is. Want zo'n openluchtles krijgt in Paramaribo door een tropische regenbui soms een heel abrupt einde. Wie de werkstukken op zijn kop houdt, blijft zelf droog en houdt ook de waterverf droog, waardoor verbeelding en werkelijkheid vergeleken kunnen worden. Dit is het oudste woonhuis van Paramaribo. En dit is het gouvernementspaleis. De leerlingen van de academie zullen straks hun kennis overdragen op de Surinaamse jeugd.